Omdat tuinders toch altijd al de naam hebben dat ze klagen, kan ik rustig ook nog even een duit in het zakje doen. Het is nou niet te droog, het is niet te nat, niet te koud, niet te warm, maar het is te winderig. Want we zijn aan het proberen een tentje te bouwen rond onze frambozen en dat valt niet mee met deze wind. Kijk, we hadden al een dak en we hebben de zijkanten dichtgemaakt. En nu zijn we nog bezig om een tentje te bouwen langs de frambozen, dit doek. Een doek aan twee kanten van de frambozen en een doekje aan de bovenkant. En als dat eenmaal dicht zit, zoals hier, nou hebben we dus een tentje en dan blijft het wel redelijk zitten. Maar daar waar we nog bezig zijn, oh jongens, het waait elke keer weer los. Dus het is een heel gepruts. Maar goed, dat zijn uitdagingen die erbij horen natuurlijk. Kijk, ik zal nog even laten zien wat we precies met dat tentje, wat ik daarmee bedoel. We hebben hier een draadje gespannen. Vastgezet. Met wat grondhaken. Dat was hier. En er zit al een draadje hierboven. Nou, daar spannen we dan zo'n doek. Zoals hier aan de overkant. Een doekje van onder naar boven. Een doekje aan de andere kant. En dan zit het zo dicht. Dan hebben we een tentje. En de bedoeling is dat daar de warmte een beetje blijft hangen. En dan hebben we hogere temperaturen. En dan hebben we vervroeging. We gaan kijken hoe het uitpakt. Ik zou zeggen, vergeet niet te stemmen. Kan zelfs op mij. En voor de rest zien we elkaar weer. Houdoe!